En de Bond Inspecteurs Milieuinspectie bij het BOG heeft vandaag een persconferentie gehouden. Aanleiding van deze persconferentie is de lakse houding van het ministerie van Volksgezondheid dat sinds 2017 niet heeft onderhandeld over het wensenpakket dat was ingediend bij het kabinet van de president. Ook zijn de overuren van de milieuinspecteurs niet op een correcte manier verwerkt, zegt de bondsvoorzitter David Bakker. We hebben de staten hier van die overuren, wat wij heel erg vinden. Verder, bij de vergadering van gisteren is naar voren gekomen dat mensen over 2014, 2015, 2016, 2017 nog geen voedingsgelden hebben ontvangen. Wat is het probleem van voedingsgelden? In het verleden werd voedingsgeld gegeven aan de milieuinspecteur op de dag dat men vertrok. Men vond op een gegeven moment dat alles via beschikkingen moest plaatsvinden. Dus moest de milieuinspecteur even in staat voorschieten bij het maken van voedingsgelden. De milieuinspecteur schieten de gelden voor. Ze gaat in de maand salaris om de staat voor te schieten. En wanneer het erop aankomt dat ze hun gelden terug moeten krijgen, dan krijgen ze het niet. En dan doet ook nog een andere situatie zich voor. Indien ze het krijgen, wordt het wederom belasting van die voedingsgelden. Want de gelden die je even hebt, die al belasting op hebt betaald, wordt het wederom belasting van afgetrokken. En dat is niet alleen bij de milieuinspectie, maar ook bij andere diensten hier binnen de milieu. En dat vinden wij alles gewoon dat niet kan. Ja, dus de persoon moet over hetzelfde bedrag twee keer de belasting betalen. Een andere grote zorg van Bakker is de onderbemensing van de afdeling. Hij vraagt al jaren aan de overheid om meer milieuinspecteurs aan te trekken. Maar ook op deze oproep wordt niet gereageerd. We hebben ook een overzicht naar de directeur gestuurd. Ik ga u even het overzicht voorhouden. Gezien de milieuinspectie, we zijn in een rangstelsel. We hebben rangstelsels. We zijn een korps. We hebben in totaal 19 secties. Die zijn de crèches, districten, markten, die ken ik, milieutechnische dienst, ongeniefbestrijding, oftewel UDP, Paramaribo, Portal en scholen. We hebben in totaal 10 rangen, waarvan de milieuinspecteur 4 klas. Dat zijn de mannen met 1 streep, dat wordt 0 man. De mannen met 2 strepen, daar hebben we 4. De mannen met 2 strepen hebben we 36. De mannen met 4 strepen hebben we 14. Dan gaan we naar de mannen met knopen. Derde klas, dat zijn de mannen met 1 knopen, 0. Met 2 knopen, 0. Met 3 knopen, 12. Dat was dus David Bakker, voorzitter van de Bond Inspecteurs Milieuinspectie. De milieuinspecteurs zijn erg ontevreden over de houding van het ministerie van Volksgezondheid ten aanzien van hun ingediende wensenpakket.